EFM bereiken via sms. Sms EFM, spatie je bericht naar 3010. Vraag je favoriete plaat aan. Meld nieuws of win prijzen. Sms EFM, spatie je bericht naar 3010. 25 cent per ontvangen bericht. Dit is EFM. Nieuws. Nieuws. 1 uur. Dit is tot 7 uur. EFM. Rock 700. Dit is EFM. De vraag is het nou een nadeel of is het een voordeel? Voordat ik het weet, is het 5 over 1 en zijn we aangekomen in de tweede uur. EFM Rock 700. Overzicht. Onder andere door de muziek van de Rock 700... ben ik gaan peinzen over mijn leven. En ben ik uitgekomen op het punt dat ik boos ben op de schepper. Want hij had mij veel eerder op deze planeet moeten zetten. Dat is één ding, dat is zeker dat ik weer opmaak door die Rock 700. Want wat is nou het verhaal? Dan draai je zo'n plaat op 5:53 zoals Uriah Heep en Look At Yourself. En dan denk ik, waarom mocht ik niet in de modder baderen bij bijvoorbeeld Woodstock? Nou, ik weet dat ze ook geweest zijn in Nederland bij bijvoorbeeld Bospop, maar dat is dan toch weer een soort reunie-effect, toch? Nou, daarna draaiden we ook nog muziek van Supertramp op 5:52, Goodbye Stranger. En die plaat die was te horen rondom, laten we zeggen, 78, 79. En in een van die jaren was Nederland, net als de afgelopen dagen, bedekt door lage sneeuw, maar ook door... geteisterd door noodweer. Vooral het noordoosten van het land lag helemaal plat in die tijd. En Goodbye Stranger werd al met heel veel liefde en heel veel warmte gedraaid. Maar de ellende bij de verzekeringsmaatschappijen was daar niet minder om. Goodbye Stranger, Supertramp, laten we achter ons op 5:52. We gaan door met een band die ooit een plaat maakte. All I Wanna Do Is Make Some Love To You. Maar kon die deze plaat overtreffen? Mijn opinie zegt nee. Laat het me weten via de EFM SMS service. Hard, crazy on you. We still have time, we might still get by. 4 minuten voor 2:30. Je luistert naar de Rock 700. Mijn naam is Marcel. Hoe heet jij? Het was weliswaar geen 1 april. En zelfs al was het 1 april, dan zou het de meest slechte 1 april grap ooit zijn geweest. Het was de ochtend van 8 april 1994 dat een elektricien hem vond. Ik heb het natuurlijk over Kurt Cobain. De concentratie heroïne zou zo hoog zijn geweest in zijn lichaam... dat het niet eens was gelukt om met een kogel zichzelf van het leven te beroven. Maar uiteindelijk is het hem na 2 zelfmoordpogingen toch gelukt. Je hoorde ze op 550. Nirvana, the man who saw the world... En ondanks dat ik kippenvel op mijn lijf krijg, moet ik de beslissing gaan maken. Is dat van het verdriet van het achterlaten van Kurt Cobain? Of vanwege deze fantastische plaat van Wishbone Ash? Nummertje 549 uit de Rock 700. Ik zei het al, wat een fantastische plaat. Blowing Free. Hij stamt uit het jaar 1972. En hij is inmiddels weer geschiedenis, want we laten hem achter ons. De trein rijdt maar door. En in dit geval wel een hele toepasselijke trein. We komen uit bij nummertje 548. Het Australische gebeuren ECDC. Wat ben ik ze dankbaar. De gebroeders Young, dat ze deze band ooit opgericht hebben. ECDC, de rock'n'roll train. One hot angel. Ik dacht dat we er 2 gestijfeltje wisseld hadden, maar dat is niet zo. 10:50 EFM. En trouwens ook op ETV te volgen. De Rock 700. 5:47 Santana en I'll Be Waiting. En waar wachtte jij op? Nou, natuurlijk op het volgende nummertje. Dat is 5:46. De Bob Seger en de Silver Bullet Band Against the Wind. Maar niet dat ik je vertel dat Santana eigenlijk al in 1966 is opgericht... in het mooie San Francisco. Hij is weliswaar geboren in Mexico, maar begon daar met viool spelen. Maar uiteindelijk leerde hij de gitaar kennen. En wat een man. En wat een gitaarkunsten. Seems like yesterday... Bij mij werkt het niet anders dan bij jou, denk ik, hoor. Als je dan je collega binnen ziet komen, dan denk je... Ah, die hele hoop werk hoef ik niet in mijn eentje te verrichten. Richard is inmiddels gearriveerd. En gelukkig, precies volgens de statuten, een kwartier voor uitzending. Hij gaat zich
even stort op zijn voorbereiding. En straks na 2 uur gaat de lijst gewoon door. Alleen de stem en het gezicht op tv verandert dan even. En ik kan je verklappen, het wordt er alleen maar beter op. En voornamelijk qua gezicht, want ik moet er even op wennen hoor. Al die camera's bij de Rock 700 voor ETV. Billy Idol is dat ongetwijfeld gewend geraakt in de loop der jaren. Nu is hij terug hier in de lijst met White Wedding. Ja, zoals je weet kun je ons bereiken via 3010. Dan typ je even EFM op je schermpje, dan een spatie en dan jouw bericht. En dat deed bijvoorbeeld ook Mark van Hoven. Hij zegt, groeten vanuit Mierlo. Fijn, fijner, fijnst. De allerfijnste plaat ooit. Bedankt voor Bob Seger zojuist. Nou goed, wel een beetje jammer dat hij niet op nummer 1 staat. Dat is zijn reactie via de sms. En we kregen er nog één. Yo DJ, super vette muziek die Rock 700. Kan ik nog een plaat toevoegen? Zo ja, dan zou ik graag willen horen De Bos met de... Ja, The River, oftewel, hij heeft het over Bruce Springsteen. Thanks alvast, Rogier Frenke uit Eindhoven. Nou, nee, je kan niets meer toevoegen, maar ik kan je verklappen dat er nog een heleboel platen gaan komen, want we gaan op weg naar de nummer 1. En dan gaat die man, de Bas, Bruce Springsteen, ongetwijfeld bijzitten. Dat moet toch haast wel in de Rock 700? EFM Rock 700. Overzicht. De tijd begint te dringen wat betreft mijn uurtje, dus zometeen ga ik het overgeven aan Richard. Maar daarbij hoort wel dat ik even een overzichtje geef van de gedraaide platen. 554, daar begon dit uur mee. Rolling Stones, Rock and a Hard Place. 553, Uriah Heep en Look at Yourself. 552, een van de vele platen in de lijst van Supertramp, Goodbye Stranger. En op 551, Hard, Crazy on You. 5.50, daar vertelde u het tragische verhaal dat hij niet meer onder ons is. Maar dat wist je ongetwijfeld. Kurt Cobain met zijn Nirvana en The Man Who Sold the World. En die plaat stamt dan ook uit het jaar dat hij onze Abel, onze Aakloot, ging verlaten. Op geheel eigen wijze. Wishbone Ash op 5.49 met Blowing Free. En op 5.48 de band die dit jaar 2 keer op podium stond in ons eigen land. ECDC, de Rock'n'Roll Train. 5.47, Santana, I'll Be Waiting. Dat was ook de man die ons kennis liet laten maken met het verhaal Latin Rock. Want zo moet je dat wel noemen, denk ik. En 5.46, ik vertelde het je zojuist al. Mark van Hoofd zei, de fijnste plaat ooit. En dat deed hij via de sms-service Against the Wind. Billy Idol, 5.45, White Wedding. En zojuist hoorde je dus Green Day op 5.44. Mocht het zo zijn dat je ons wat wil laten weten, dan kan dat... via de sms-service. Niet meer mij zo, maar wel Richard van der Belt. Zo straks na 2 uur op weg naar het tijdseis van 4 uur. En daar ga je dan weer treffen. De man die heet... gaat er alles aan doen om weer een climax te creëren. Wat betreft deze dag. Nou goed, ik dank je voor het luisteren. Ik spreek je dan weer morgen, maar dan tussen 2 en 4... En zo gaat het maar door. Het gaat er niet zozeer om wie je spreekt, maar het gaat er vooral om wat je hoort. En wat je hoort zijn de allerbeste rockplaten. En we moesten natuurlijk ergens een lijn trekken. Dus we hebben gekozen voor de Rock 700. En we komen steeds dichterbij. Dichterbij die ultieme top 10. Deze plaat staat er niet in. Dat is duidelijk. Stop Loving You. Toto. 3010... Je begint met EFM Spatie en dan bijvoorbeeld... Hey Richard, gelukkig ben jij er nu. Eindelijk zijn we van het radiomonster af. Hey, tot maandag. Dag. Reflections in my mind.